Welkom beste strijders, van harte welkom bij BMS Coaching. In deze video wil ik het met je gaan hebben over Winter Arc Mode. Wat is de Winter Arc Mode? Als je er nog niet van gehoord hebt, het is tegenwoordig zie je het op social media vaak voorbij komen. Het is een bepaalde rage waarin mensen ervan kiezen om tijdens de winterperiode zichzelf terug te trekken. En dat is een periode om onzichtbaar te worden voor de wereld. En dat je juist in die periode, wanneer je jezelf terugtrekt, dat je je bezig gaat houden om jezelf op te bouwen. Om jezelf te ontwikkelen. Om een sterkere versie van jezelf te worden. En dat is wat de Winter Arc Mode is. En ik wil jou bemoedigen om ook in deze winterperiode, tot je toch binnen bent. Normaal in de zomer ga je lekker naar buiten, ga je op terrasjes, je gaat op vakantie, je gaat allemaal dingen doen. Maar in de winter, het is koud, je bent toch binnen om juist wanneer je thuis bent aan jezelf te gaan werken. Dat kan zijn fysiek, dat je juist in deze periode meer naar de gym gaat. Bijvoorbeeld dat je gaat bulken om wat meer spiermassa op te bouwen. Of dat je juist op andere gebieden jezelf gaat ontwikkelen. Misschien wil jij je kennis gaan verbreden, verschillende gebieden. Dan is het een geweldige tijd om juist boeken te gaan lezen. Om jezelf op te bouwen, jezelf je kennis te vergaren. Maar ook natuurlijk, ook financieel is het een fijne periode. Mensen zeggen wel eens altijd natuurlijk, de decembermaanden komen eraan, het is een dure maand. Maar juist deze periodes, het is juist een maand om geld te maken. Het is juist een seizoen om geld te maken. Je bent binnen, je bent thuis. En in plaats dat je bijvoorbeeld zit te gamen of dat je Netflix zit te kijken, wat je dan kan doen is gewoon je laptop pakken en je gaat brainstormen. Je gaat een bedrijf, een business, ga je voor jezelf op papier zetten van wat je wilt doen, wat je wilt bereiken. Je gaat voor jezelf bepaalde doelen stellen. En ook van deze periode, tijdens de Winter Arc, kan je bijvoorbeeld voor jezelf bepaalde doelen stellen. Daarom heb ik ook voor jou 3 verschillende tips dat je kan gaan toepassen als jij ook in die Winter Arc mode wilt gaan komen. Eerste stap, eerste tip is stel je doelen. Bepaal wat je wilt bereiken in de komende 3 maanden. Wil je dus fitter worden? Wil je meer balans vinden in je leven, in je mentale welzijn? Dan moet je dat voor jezelf concreet gaan opschrijven. Misschien ben je wel bekend met SMART-doelen, dat je specifiek moet zijn. Een doel moet meetbaar zijn, het moet aanvaardbaar zijn. Het moet niet iets zijn van, hey, dit is too much to handle. Het moet ook realistisch zijn en uiteraard moet het ook tijdsgebonden zijn. Daarom raad ik je aan om een doel te zetten voor wat je nu binnen 3 maanden wilt gaan bereiken. Vervolgens, als je dus je doel hebt gesteld, dan moet je natuurlijk met een plan gaan komen hoe je dat doel gaat bereiken. Zelfs als jij ergens naartoe wilt gaan, je hebt natuurlijk een bestemming in gedachten, dan moet je natuurlijk wel gaan bekijken van hoe ga ik daar komen. En daar heb je een plan voor nodig. Als jij een plan wilt hebben voor jouw situatie, een persoonlijke plan op maat voor jouw situatie, om jouw doelen te bereiken voor nu, de komende 3 maanden, 6 maanden, tot een jaar, misschien wel langer, dan kan jij contact met me opnemen via de link onder deze video voor een gratis coaching sessie. En dan wil ik je graag helpen om jouw doel helder te krijgen, concreet te maken en een duidelijke stappenplan met jou gaan opzetten hoe je dat kan gaan bereiken. De laatste tip is natuurlijk ook belangrijk, is dat je gemotiveerd blijft tijdens deze Winter Arc en ook na deze winterperiode, dat je gemotiveerd blijft en scherp blijft om je doelen te bereiken. En wat je kan helpen om gemotiveerd te blijven, dat is om na te denken wat jouw waarom is. Misschien ken je wel een hele bekende auteur, spreker, influencer, Simon Sinek. Hij heeft een boek geschreven dat getiteld is Begin met de why. Start altijd met de waarom. En dat is ook voor jou ook belangrijk, voor ons allemaal. Waarom wil je dat bereiken? Niet dat je meer geld wilt of meer aanzien en meer... Nee, daar gaat het niet om. Waarom wil je dat bereiken? Je moet echt in jezelf gaan graven. Wat is nou de intrinsieke motivatie dat mij vooruit helpt? Wil jij bepaalde onzekerheid overwinnen? Ben je nooit zeker geweest van jezelf? En misschien wil je juist naar de gym gaan om wat meer zelfvertrouwen, zelfzekerheid te hebben, sterker in je schoenen te staan. Misschien wil je wat meer bijdragen. Misschien weet je wel van, ik heb heel veel potentie, maar die potentie is nooit volledig tot voltooiing gekomen. Dus nooit tot volledige potentieel gekomen. Dan is dat jouw waarom.
En deze doel, je waarom, moet je altijd scherp voor ogen houden. Want dat is een hulpmiddel. Juist in momenten dat je niet wil, kan je kijken naar je waarom. En dan kan je zeggen, daarom. En dat zijn de tips dat ik vandaag voor je heb. Als jij nieuw bent op deze YouTube kanaal of je ziet mij hier op andere social media's, dan wil ik je vragen om je te abonneren natuurlijk en me te volgen. En vergeet het ook niet te delen. Ik raad je ook aan om naar de website te gaan om je aan te melden voor een gratis coaching sessie. Als je echt serieus bent en je zegt van weet je wat, ik wil verandering in mijn leven. Ik wil totale balans in mijn leven, zowel lichamelijk, mentaal en ook geestelijk, dan ben je bij BMS Coaching op de juiste plek. Ik raad je aan, ga naar de website. Alle informatie zie je onder deze video. En ik dank je voor het kijken. En ik zal zeggen, blijf strijden en geef niet op. God bless.